Hallo, mijn naam is Gert de Bruin van GG Maaierobots. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we wat vertellen over de Kres Maaierobots. Er zijn 3 modellen qua uiterlijk. Uiteindelijk zijn er veel meer. Het begin bij de kleinste, bij de Nano. 600 vierkante meter tot de grote Mega 6000 vierkante meter. Nou ja, wat zijn nu de verschillen? Nou, dat zijn verschillende dingetjes. Met name de breedte en de lengte. Dan beginnen we met de Nano, de kleintje. Hij heeft een mes aan de zijkant zitten, dus dat scheelt wel. Hij maait de buitenranden maait hij mee, hè? Dus hij zit uit de midden geplaatst. Dat is bij deze ook, alleen hij heeft een grotere diameter qua maaien en hij heeft ogen erop zitten, waardoor zeg maar, dat hij obstakels ziet. Dus boompjes ziet hij, daar rijdt hij omheen. Wat ook makkelijk is, de meshoogteinstelling. Kan helemaal met een knop kan je draaien, mes omhoog en omlaag. Laden doet hij via de zijkant, dus hij rijdt een huisje in en dan tik en dan gaat hij laden. Doet hij allemaal zelf automatisch. Hij is ook met wifi verbonden, dus wij kunnen op afstand gewoon u helpen. Dit is de Mega, die heeft 2 messen eronder zitten, ja, om zijn capaciteit te halen. Maar hij heeft ook zwaardere accu's, sterkere wielmotoren. Het is ook een robuuste machine met een zwevend maaidek, hè, dus hij kan zeg maar glijden over ongelijke delen. Wilt u nou nog meer weten? Ik zou zeggen, neem gerust contact op of kom langs.